Donderdag 19 juni, dit is U Vandaag. Laatste stuiptrekkingen van mislukte provinciefusie. Afvalstaking afgelopen, maar nieuwe acties dreigen. En unieke resten van het oude stadskasteel Vredenburg in nieuwe Utrechtse parkeergarage. Goedenavond. Opnieuw koortsachtig overleg in Den Haag over de superprovincie waarin ook Utrecht zou moeten opgaan. Verslaggever Floor Sprenger. Ja, het spreekwoord zegt van uitstel komt afstel. Maar of dat ook geldt voor de provinciefusie, dat is de vraag. Vandaag weer overleg, straks meer. Tot zo, Floris. Maar nu eerst ander nieuws van vandaag. De politie onderzoekt een verkrachtingszaak in Utrecht na de wedstrijd Nederland-Spanje. Een 24-jarige vrouw kreeg zaterdagochtend om 5:30 bij de tramhalte op de Beneluxelaan een lift van een blanke man in een Opel Corsa. Hij reed met haar naar de oostkant van de stad waar hij haar misbruikte. Op onze website staat een signalement van de man die een oranje shirt droeg. Een bijzondere manier om een politieonderzoek gaande te houden. Een tekstcar met getuigenoproep. De politie heeft die in lunetten neergezet omdat het onderzoek naar een gewapende overval dreigt vast te lopen. Vorige maand raakte een bewoner daarbij gewond. Buiten ontstond een vuurgevecht met agenten. Er waren 4 daders, er is 1 verdachte aangehouden. Bezoekers van de Haarrijnse Plas in Vleuten zullen daar deze zomer regelmatig jeugdwerkers en wijkagenten zien. De gemeente Utrecht zet ze in om het rustig te houden op het strandje. Vorige zomer waren er geregeld vechtpartijen tussen jongeren. En ook werden agenten bekogeld met flessen en stenen. Het strand is nu vergroot en er is een nieuw gebouw voor toezichthouders. De man met de groene broek die op deze beelden tijdens FC Utrecht Feyenoord met een broekriem om zich heen slaat, krijgt geen straf. Volgens de politierechter blijkt uit getuigenverklaringen dat hij het uit zelfverdediging deed. In januari zat de 49-jarige Feyenoord-fan op de tribune tussen Utrechters. Utrecht-fans zouden hem eerst met riemen hebben geslagen. Al jaren wordt er gesteggeld over de vorming van superprovincies. Het kabinet wil van 12 naar 7 grote provincies. U weet het waarschijnlijk. Utrecht moet als eerste samengaan met Noord-Holland en Flevoland. Maar er is veel verzet. Ja, de kans wordt met de dag kleiner dat die megaprovincie er komt. Gisteren was er overleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken met GroenLinks en met D66. En vandaag zitten ze bij de premier in het torentje. En op de redactie zit Floris Sprenger. Floris, wat wordt daar precies besproken? Ja, dat willen ze niet zeggen. Maar de bronnen melden wel dat het plan waarschijnlijk wederom op de lange baan wordt geschoven. Het heeft te maken met 2 partijen, D66 en GroenLinks. Zij zijn kennelijk maar moeilijk over te halen om hun fiat te geven aan die megaprovincie. En die megaprovincie is sowieso al heel lang onderwerp van gesprek. De provinciefusie. Het is een oud VVD-plan dat bij de vorming van het huidige kabinet weer tot leven komt. Aan PvdA-minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de taak om het nog deze kabinetsperiode uit te voeren. Als je nou kijkt naar de taken van de provincie, dus verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, natuur en milieu, dan ligt het eigenlijk voor de hand dat het noordelijk deel, de noordvleugel, dat samen 1 provincie wordt. Plasterk wil de huidige 12 provincies aanvankelijk samenvoegen tot 5 landsdelen. Later maakt hij er 7 van. Als eerste moet Utrecht in 2015 samengaan met Noord-Holland en Flevoland. Zo kunnen Amsterdam, Almere en Utrecht nog meer gaan samenwerken. Eind 2012 wordt ook de eerste echte stap gezet. Provinciebaas Robertson wordt opgevolgd door een waarnemer, omdat het zinloos zou zijn om een nieuwe commissaris aan te stellen. September vorig jaar wordt Willibrord van Beek benoemd als waarnemend commissaris van de Koning. Het kabinet besluit daarna de fusie een jaar uit te stellen. Utrecht, Noord-Holland en Flevoland moeten nu pas in 2016 samengaan. Ook hoeven andere provincies niet langer te fuseren als ze dat niet willen. In september 2013 spreken Noord-Holland en Utrecht zich uit tegen de fusie. Minister Plasterk heeft hen na lange gesprekken niet kunnen overtuigen van nut en noodzaak. De Eerste Kamer dringt daarom aan op nieuw uitstel. Het ligt heel verdeeld, ligt per provincies wat verdeeld. Nadat ze eerst meer macht voor de superprovincie hebben geëist, maken Utrecht, Noord-Holland en Flevoland begin dit jaar duidelijk dat ze niet langer meewerken aan de plannen. Volgens de commissarissen van de Koning zit er in het plan van Plasterk totaal geen visie. Er is geen begin in de stukken die wij tot dusver gezien hebben, geen begin gemaakt van overtuigende argumentatie. Vorige week is er een nieuwe tegenslag voor Plasterk. Ook de achterban van zijn eigen PvdA zou niets voelen voor de superprovincie. Het wankele kabinetsplan lijkt definitief op omvallen te staan. Terug naar Floris op de redactie. Floris, denk jij dat de regeringspartijen er nog uitkomen met D66 en GroenLinks? Ja, het wordt wel echt heel erg lastig, hè? Want de inzet is, ik was daar vorige week zelf in Den Haag, er is onder meer een eis van GroenLinks. Dat er een bezuiniging van 400 miljoen euro op natuur van tafel gaat.
Gisteren heeft de minister van Financiën, Dijsselbloem, daar zijn licht over laten schijnen. Hij is daar geen fan van die bezuinigingen weg te halen. Dus hij zegt eigenlijk, ja, dat gaat niet gebeuren. En daarmee is de steun voor GroenLinks ook een stuk dunner geworden. D66 is in principe wel fan van het idee, maar vindt de manier zoals het nu ten uitvoering wordt gebracht niet acceptabel. Die fusie die kan dus naar alle waarschijnlijkheid op de lange baan worden geschoven. Kan er ook sprake zijn van afstel? Dat is lastig te zeggen, want het is natuurlijk het prestigeproject van minister Plasterk. Hij is er al heel erg lang mee bezig en dat wil maar niet vlotten. En als het echt definitief afgeblazen zou worden, dan zou dat echt enorm gezichtsverlies voor hem betekenen. Die plannen die blijven voortgaan, maar het wordt steeds lastiger en steeds lastiger. De tijd begint ook te dringen. Plasterk wilde voor de zomervakantie een plan sturen naar de Tweede Kamer. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Dan wordt het pas na het zomerreces van de politiek in Den Haag. En dan komen ook alweer de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 om de hoek kijken. Maar ook bij andere krachten weer loskomen. Dus ja, waarschijnlijk wordt het allemaal best lastig. Dankjewel, Floris. En als er nou vanavond nieuws is uit Den Haag, dan ziet u dat uiteraard op onze website rtvutrecht.nl. Na 3 dagen staken wordt er nu met man en macht vuilnis opgehaald in Utrecht. De gemeente zet de komende dagen extra schoonmaakploegen in om het opgehoopte vuil te verwijderen. Ja, en dat is zeker niet zo'n fris karweitje. Er is veel viezigheid op straat terechtgekomen omdat vuilniszakken zijn opengescheurd. Maar de vuilnismannen die stropen er graag hun mouwen voor op. Vol enthousiasme zijn de medewerkers van de Utrechtse Stadswerker vanochtend begonnen met het opruimen van al het vuilnis. Na 3 dagen staken ligt er behoorlijk wat op straat. De jongens zijn nu vanaf vanmorgen 7:30 tot vanmiddag 4:00 bezig. En we hebben extra ploegen ingezet. En die komen natuurlijk ook vuil tegen wat al een paar dagen buiten heb gestaan. Het is niet al te fris. En dat is echt bikkelen. Een pittige klus om allemaal weer op te ruimen dus. Maar de mensen die al 3 dagen lang vuilniszakken voor de deur hebben staan, hebben de meeste last van de staking. Wij hopen altijd maar dat de burger begrip heeft voor ons als vuilnisboeren, dat we ook graag een goed cao willen hebben en dat het ook gewaardeerd wordt met respect vanuit onze werkgever. En vandaar dat we ook vandaag zo snel mogelijk weer proberen om die burger weer van hun huisvuil en hun straatvuil te ontdoen. Een vuilnisman verdient zo'n 1300 tot 1500 euro per maand en dat loon staat al een tijdje op de nullijn. Het lukt de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al 1,5 jaar niet om tot een nieuwe cao te komen. Een doorn in het oog van de stadswerkers. We verwachten wel dat onze werkgever met respect ons ook behandelt. Maar nu wordt er weer vuilnis opgehaald. Want van vieze straten wordt helemaal niemand blij. Ik vind het heel belangrijk om zo snel mogelijk die burger weer zijn vuil opgehaald te hebben. En weer dat ze denken van nou, ze hebben gestaakt. Maar kijk, ze denken ook nog steeds aan ons. Want dat is wel de bedoeling van deze staking. De stadswerkers hebben de Nederlandse gemeente tot september gegeven om met een goed voorstel te komen. Als dat niet gebeurt, dan gaan ze langer staken. Zometeen parkeren tussen resten van een legendarisch kasteel. En in onze WK-soap trilt Ondiep nog na van de thriller Nederland-Australië. Maar eerst de vakantie staat voor heel veel mensen weer voor de deur. En voor je gezondheid is het belangrijk om dan goed voorbereid op reis te gaan. Dat je wil niet met een ziekte of een nare infectie thuiskomen. Ja, uw gezond gaat vandaag over wijs op reis. Van huisarts Monique Munters horen we waar we allemaal moeten letten. Maar een goede voorbereiding begint natuurlijk bij jezelf. Bijvoorbeeld met een bezoek aan de drogist. Nu het kwik stijgt, zijn ze er weer. De vakantiekriebels. Tot ziens. Bedankt. En als de vakantie is geboekt, beginnen de voorbereidingen. Onder meer met een bezoekje aan de drogist. Ik begin het een beetje te merken. Het zijn vooral ouderen die nu op vakantie gaan. En gezinnen met jonge kinderen. En dan gaat er van alles over de toonbank. Ook in Maartensdijk. Want je wil ongestoord kunnen genieten natuurlijk. Nou Maartje, wij gaan op vakantie. En wat nemen wij dan mee? Wij nemen mee een verbandtrommel. Een tekenpen. En azeron voor als er geprik, prik, prik wordt. Ja. En wat je nodig hebt verschilt per bestemming. Maar ook of je in een hotel of op een camping zit. We gaan met de caravan. En dan zit je natuurlijk veel buiten. Dus vandaar dat ik deze spullen in ieder geval voor mij onontbeerlijk zijn. En begin maar vast met vinkjes zetten. Heeft u ze al in huis? D tegen insecten, pillen tegen wagenziekte en paracetamol tegen de kater in de ochtend? Een lijst is zo gemaakt. De drogist hier heeft een gratis checklist voor u. Dan pakken we die lijst erbij. En sommige mensen vinden het wel fijn als je toch even die lijst doorneemt met hun. Zodat u in ieder geval niets vergeet. En wat sowieso niet mag ontbreken? Op 3. De tekentang.
Er komen de laatste jaren in Nederland steeds meer teken, waardoor kinderen en ook volwassenen gestoken worden. Dat zijn dan tekenbeten. Dus het is heel belangrijk dat die teken verwijderd worden met een tekentang. Op 2. Als je naar het buitenland op vakantie gaat, kun je diarree krijgen, waardoor je tegen uitdroging ORS-zakjes hebt. Nummer 1. Waar je ook op vakantie gaat, overal schijnt de zon. Daarom is de zonbezorging nummer 1. Een fijne vakantie. Dag. Tot ziens. Ja, en Monique Munters, onze huisarts is aangeschoven. Nou, die top 3 die zagen we net even voorbij schuiven. Is dat voldoende of mis jij nog iets? Nou, ik neem heel veel mee op vakantie. maar ik raad eigenlijk iedereen aan om in ieder geval goed te letten op de normale medicatie die je neemt. Zorg dat je dat op tijd aanvraagt en voldoende meeneemt. En ik raad ook altijd aan om pijnstillers te kopen in eigen land. Omdat je dan zeker weet wat erin zit. En met name voor kinderen, de zetpilletjes, paracetamol, is toch wel prettig om bij je te hebben. Ja. En hoe zit het met vaccinaties? Hoe weet je wat voor inentingen je nodig hebt? De meeste mensen regelen hun vaccinaties via de GGNGD. Er is een fantastische website van de LCR, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. En daar kan je gewoon thuis op inloggen. Heb je verder niks voor nodig en dan kan je een beetje zien zeg maar, wat je nodig hebt. Mm-hmm. Een heleboel vaccinaties heb je als kind zijn al gehad, waaronder de DKTP-vaccinatie. En die blijven jarenlang geldig, dus je hoeft niet altijd je voor iets te vaccineren. En dan kan je een beetje kijken wat je nodig hebt. En als je dan wat nodig hebt, kan je contact opnemen met de GGD voor vaccinatie. Ik dacht altijd dat je die alleen nodig had voor verre exotische reisbestemmingen. Maar ook dichter bij huis heb je soms vaccinaties nodig, hè? Ja, ook dichter bij huis heb je soms vaccinaties nodig. Nou ja, Turkije, Egypte is niet heel ver weg, maar is ook vaccinatie gebonden. Mm-hmm. En wat heel essentieel is en wat mensen soms is wel vergeten, is dat als je bijvoorbeeld op reis gaat naar, nou ja, zeg Afrika. Ja. En je gaat naar een land waar je geen gele koortsvaccinatie voor nodig hebt, maar je vliegt via een land waarbij dat wel verplicht is, en dat gebeurt heel vaak, dat je toch een keer overstapt, dan kom je nergens zonder die stempel. Oh. Dus belangrijk is dat je je reis goed van tevoren plant en dat je ook aangeeft van ik maak ergens een tussenstop of ik stap over daar en daar en ik blijf daar wel of niet een nachtje. Want dat maakt heel veel uit voor je vaccinaties. Prettig, geen ongemak op je vakantie hebben. Nee. Ik wil even terug naar Nederland. Ik zag het net in het filmpje ook al, teken. Dat is echt een overlast daarvan, of niet? Nee, de teken komen eigenlijk steeds meer voor. Of er ook heel veel meer besmette teken zijn, weten we eigenlijk nog niet echt. We geven heel vaak als mensen gebeten zijn tegenwoordig profilactisch antibiotica. Ik raad niet aan dat mee te nemen, zeker niet in Nederland. Want iedere huisarts hier in het land kan dat zo voorschrijven. Die tekentang is wel handig. En belangrijk is gewoon dat je elke avond even, als je je uitkleedt, erop let of je ergens een teken ziet zitten. Want pas als je er langer dan 24 uur zit, wordt het besmettingsrisico op de ziekte van Lyme groter. Dus als je gewoon uitkleedt elke dag, is niks aan de hand. Ja. Okay. Nee, dan kom ik toch ziek thuis na mijn vakantie. Ja. Ik denk toch, dat is een beetje verdacht. Wat doe ik dan? Dat ligt een beetje aan wat de klachten zijn. Heel veel mensen komen verkouden thuis of grieperig omdat ze in een vliegtuig hebben gezeten en niet zo goed tegen de airconditioning kunnen. Maar op het moment dat je echt hoge koorts hebt, met name als je in een risicoland bent geweest waar dengue-muggen of malaria-muggen zijn, is het wel echt verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Okay, dat gaan we doen. Dankjewel, Marie. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, een bijzondere vondst bij de bouw van het nieuwe parkeergarage op het Utrechtse Vredenburg. Daarbij kwam een poort tevoorschijn van het kasteel dat daar eeuwen geleden heeft gestaan. Ja, ja. De poort van het oude kasteel Vredenburg is al deels opgegraven en krijgt nu een nieuw leven in de parkeergarage. Maar het wordt wel een langdurige klus. Op de plek waar op dit moment keihard gewerkt wordt aan de nieuwe Vredenburg garage, stond in de 16e eeuw een machtige burcht. Delen daarvan zijn de afgelopen dagen opgegraven. We staan ongeveer hier naar te kijken en dat is dus de hoofdpoort, de zuidelijke poort met de brugtoegang en de voorhof van het kasteel. Het kasteel werd in opdracht van Karel V in de 16e eeuw gebouwd met maar één doel, de Utrechters eronder krijgen. Spanjaarden waren bepaald niet geliefd vanwege de bezetting en Karel V was bang dat het volk in opstand zou komen. Utrecht was strategisch gezien erg belangrijk. De vesting moest er dus snel komen en werd dan ook in recordtijd gebouwd. Je ziet dat dat rommelig werk is. Grote blokken ook, los. Waarschijnlijk ook hergebruik. Je ziet hier bijvoorbeeld pleister. Dus het kan zijn dat dat stukken zijn van het voormalige Johannitenklooster. En dan beginnen ze hier eigenlijk echt met de goede, stevige opbouw. In de jaren 70 zijn delen van het kasteel al blootgelegd toen de Vredenburg garage werd gebouwd. Maar omdat archeologie en bouwvakkers toen nog niet goed samengingen, is heel veel verloren gegaan. Anno 2014 is dat gelukkig anders.
Vondsten zoals de houten ligger van de eeuwenoude ophaalbrug gaan nu niet de container in. Het is waarschijnlijk de eerste ligger vanaf het monument waar hier de palen op stonden. En die dragen dan de brug die hier naar de buitenkant liep. En dat is niet de enige vondst. Munten, kanonskogels en andere waardevolle spullen. De bodem geeft veel terug aan de huidige generatie. De grootste vondst is tot nu toe een beeld van natuursteen met de tekst Plus Ultra. Dat hing boven de poort van de burcht. Ja, het betekent gewoon en verder, kort gezegd. En daarmee wordt, in ieder geval denkt men dat hij daarmee wilde zeggen dat de ambitie van Spanje veel verder ging dan Spanje zelf. En eigenlijk reikte het tot in de nieuwe wereld, dus Amerika, dat kort daarvoor was ontdekt. Toch is de echte jackpot nog niet gevallen. Alle archeologen hebben inmiddels al weddenschappen afgesloten op de vondst der vondsten. Het skelet van een Spaanse soldaat die de burcht verdedigde tijdens het beleg van de Utrechtse bevolking. We hebben wel als een sabel, een rapier. Maar ja, de rest nog niet. Maar het kan zijn, want het is 7 weken belegerd geweest. Dus er zijn zware gevechten geweest. Dus ja, het kan hebben gebeurd dat er iemand voorover is gevallen. Maar nou ja, ik denk niet dat het hem wordt. Ja, die opstand van de Utrechtse bevolking, die stond onder leiding van Katrijn van Leenput, die de Spanjaarden, kan eigenlijk wel zeggen, eigenhandig de stad uitjoeg. Ja, dat deed ze wel eens een beetje inderdaad. Kranige dame. Een volksheldin. Haar standbeeld staat bij kasteel Weertzicht aan de Oude Gracht. Wat brengen andere media aan Utrecht nieuws? In Panama zijn foto's uitgelekt van de inhoud van de rugzak van de vermiste Chris en Lisanne. Ja, die rugzak die werd vorige week door Indianen gevonden langs een rivier. De media in Panama, maar ook RTL, lieten vanochtend die foto's zien. Een Samsung en een iPhone, ondergoed, geld, 2 zonnebrillen, een slot met een sleuteltje. Die werden gevonden en de simkaarten uit de mobieltjes en de geheugenkaarten uit de camera die worden nu onderzocht. En binnenkort begint dan een nieuwe zoektocht in de omgeving van die vindplaats. Ja, de studenten uit Amersfoort zijn nu bijna 3 maanden vermist. En de ouders van Chris en Lisanne die vinden het heel vervelend dat deze foto's bij de media zijn terechtgekomen. En ze willen niet zeggen of de inhoud van die rugzak ook daadwerkelijk van hun dochters is. Pijnlijk om dat te zien. Wat gaat er nu gebeuren met het oude Tivoli-complex in de binnenstad van Utrecht? We wisten al dat de gemeente in gesprek is met Kaipman over tijdelijke huur van het historische pand. Maar de gemeente wil het uiteindelijk verkopen voor ruim 4,5 miljoen euro, meldt de website van de stad Utrecht. Ze denken dat het nog wel 3 jaar duurt voordat de uiteindelijke koper in het pand terecht kan. Er is wel veel interesse voor het oude Tivoli. Onder andere Stichting Stadsherstel en Muziekschool Ceres hebben een plan ingediend. En in de tussentijd wordt Tivoli dus verhuurd. Mooi. Terwijl iedereen lekker naar Oranje tegen Australië zat te kijken gisteravond, was de gemeente Woerden op een heel andere manier met het WK bezig. De gemeente vindt het te onrustig rond cafés en heeft een waarschuwingsbrief aan de horeca in het centrum gestuurd. En op beelden van Woerden TV zien we rookpotjes en fakkels in de stad. Maar de horeca vindt het toch te zwaar overtrokken hoe de gemeente nu optreedt. Zij wilden namelijk zelf voor het WK overleggen met de gemeente, maar die gaf toen weer niet thuis. Nou, de gemeente wil nu dat die WK-schermen een beetje naar binnen worden gedraaid, zodat mensen niet in een kluitje op straat voetbal gaan kijken. En drank, helaas, alleen nog in plastic bekertjes. Ja, de keuze van de kijker was vandaag eigenlijk bijna net zo spannend als die wedstrijd van gisteren. De recordpoging Boekendomino in het Eemhuis in Amersfoort ging lang aan kop. Maar is het net niet geworden? Nee, een kleine meerderheid wilde toch liever meer weten over een project van de studenten van het Grafisch Lyceum hier in Utrecht. En zij bedachten van alles om mensen in Bangladesh te steunen. Dit kunnen we ook eventjes achterhouden. Leggen we er een paar op tafel neer? Dus we moeten zo ook even op Facebook posten, hè, dat we hier staan. Hoe meer aandacht, hoe beter. En dus trekken studenten media management alles uit de kast om geld in te zamelen voor 1 wereldidee. En dat zorgt voor kansarme mensen in Bangladesh. En we willen ze eigenlijk een onderneming laten starten en daar willen wij bij helpen. In groepjes hebben ze een plan gemaakt om de bevolking daar te steunen. 1 team verkoopt tosties en bij deze stand kun je voor 50 cent een spel spelen dat ze zelf ontworpen hebben. Het lijkt op Flappy Bird, dat was eigenlijk een vogel die je door pilaren heen moest schuiven en dan kreeg je punten. Flappy Cow is ongeveer hetzelfde, maar hij houdt muntjes op. Het ingezamelde geld komt in de vorm van microkrediet bij arme gezinnen terecht, zodat ze zelf een inkomen kunnen verdienen. Zo wordt er bijvoorbeeld een riksja of een naaimachine gekocht, of een koe. Wat het doel is we kopen een kalf en die kunnen ze zelf opvoeden.
Ze kunnen daar dus melk van krijgen van de koe. Die verkopen ze weer door aan andere mensen in Bangladesh. En als de koe oud is, kunnen ze die weer verkopen en kunnen ze daar weer andere dingen van kopen. Tegelijkertijd steken de studenten er ook nog wat van op. Iets als dit moet eigenlijk vanaf nul worden opgebouwd. Van organiseer maar iets, kijk of je geld bij elkaar krijgt. Dus de student wordt eigenlijk best wel in de diepe gegooid hier om dingen te regelen en te organiseren. En wat dat betreft snijdt het mes dus aan twee kanten. Ze leren organiseren en helpen zo een ander. Ik vind het wel belangrijk dat je iets doet voor de maatschappij zelf. Want je neemt heel veel en dan is het wel mooi om iets terug te geven. Een nobel streven. En daar draagt RTV Utrecht natuurlijk graag een steentje aan bij. Hey! Goed bezig, dames. Ja, het project gaat nog even door. Volgende maand wordt bekend hoeveel de studenten hebben ingezameld voor Bangladesh. Hoe zit het met de keuzes voor morgen, Marie? Heel prima. We kunnen allereerst naar Paleis Soestdijk. Want daar wordt een bijzonder festival georganiseerd. In de tuinen, waar ooit Bernhard en Juliana vroeger rondliepen. Dit weekend is er namelijk een heus dansfestival. En wij kunnen een kijkje nemen als de organisatie dat allemaal opbouwt. Maar we kunnen ook naar Meidrecht. Daar heeft een groep enthousiaste jongens een heus voetgolfpark aangelegd. Dat is eigenlijk golf, maar dan met een voetbal. En hoe dat er nou precies uitziet, dat kunnen we morgen zien. Want die Meidrechtse jongens die willen graag een demonstratie geven. En tot slot kunnen we naar Baanbrugge, waar de plaatselijke kerk een opknapbeurt heeft gekregen. Al jarenlang werd er over gesproken, een restauratie, maar nu is het dan toch daadwerkelijk gebeurd. Dus dansen op Paleis Soestdijk, een demonstratie van golf met voetbal of de gerestaureerde kerk. Stem voor morgen vroeg 9 uur op onze site en dat is rtvutrecht.nl. Ja, we hebben het er al over gehad. Wie dacht dat we Australië wel even zouden oprollen in onze tweede WK-wedstrijd gisteravond. Die kwam bedrogen uit. Oranje had het heel zwaar. Maar gelukkig werd er wel met 3-2 gewonnen in de Utrechtse wijk Ondiep. Daar hadden ze het ook zwaar, maar niet alleen door deze wedstrijd. Het oranje dat ons hart steeds raakt, de kleur van alle glorie. De leeuw staat voor zijn helden en gaat voor niemand aan de kant. De koning van de velden, dus juich, juich, juich voor Nederland. Licht katerig, maar wel met een goed gevoel stapt Theo vandaag de hengelsportzaak van Tom Temming binnen. Hey Tom. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja. En? Nou, ik ben hartstikke blij, jongen. Ja? Echt waar. Je weet niet hoe ik mij gevoeld. Echt waar. Echt. Wat was het een spannende wedstrijd gisteren. En toen de bevrijdende goal viel, ging het helemaal los in het Oranje Paleis van Theo. Volk van grote afstand. We hebben echt Polonaise van mijn huis, zijn we helemaal naar de Amsterdamse straat weggegaan. Dus nee, dat was echt leuk. Echt leuk. Echt. Heel Nederland is helemaal wakker nou hoor. Die leeft nou echt mee. Ja, maar het blijft verbazing wekken dat je met helemaal niet zulk goed spel, toch het optimale resultaat haalt. Criticaster Ton blijft sceptisch over de prestaties van onze jongens, maar hij leeft wel intens met Oranje mee. Ik was na de wedstrijd net zo moe als menige spelers die 10 kilometer op dat veld hadden gelopen. Hoor. Het was echt zoiets van... Oranje en Ondiep hebben nu een paar dagen om bij te komen. Maandag staat de match tegen Chili op het programma. En hoewel we al door zijn naar de volgende ronde, is Ton er nog helemaal niet van overtuigd dat we de finale ook gaan halen. Chili maakt veel indruk, Mexico heeft veel indruk op me gemaakt, Duitsland uiteraard. Ja, Italië onder leiding van Pirlo, ja, dat is gewoon een feest om naar te kijken. Ja, dus ja, we zijn er nog niet, om het maar zo te zeggen. Theo heeft meer vertrouwen. Die Chilenen, die gaan we maandag ook gewoon oprollen. Ik denk toch wel een overwinning, echt, echt. En ik kan wel zeggen, ja, blauwe maandag, ik kan beter zeggen oranje maandag. Dat is beter. Ja, ja. Ja, dat is maandag alweer. En over een half uurtje kunnen we weer voetbal kijken. Ja? Heerlijk. Toch? Laten we er even bij zitten vandaag. We gaan eens even kijken wat het weer ons brengt. Vanavond en vannacht blijft het behoorlijk bewolkt, maar bijna overal droog. Het koelt af naar 11 graden. Ook morgen veel bewolking. Op de meeste plaatsen droog. In de middag breekt hier en daar de zon even door. Het wordt hooguit 18 graden. En ook de dagen daarna veel wolkenvelden. Soms wat zon en weer die 18 graden. Kleine meevaller is dat er wel nauwelijks regen valt dan. Daar ben ik ook blij mee. En daarmee zitten we er doorheen. Hè? Zijn we er doorheen. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen dan zijn we er weer met u vandaag. Fijne avond nog. Dag.